Goed. Okay. Ja. Geen theater te gaan maken. Of altijd. Er zijn een aantal jaren in mijn leven dat ik geprobeerd heb niet het theater in te gaan. Mijn vader was theatermaker. Ik ben opgegroeid in het theater als baby al. Altijd achter de coulissen, kruipend. En zo vanaf mijn 16e dacht ik, nou, dat moet ik niet gaan doen. Terwijl ik het voortdurend en altijd deed. Hè? Op school en met cabaretvoorstellingen. Ik was er alleen maar mee bezig. Dus ik probeerde dat eigenlijk tegen te houden. En dat is niet gelukt, want ik vond het gewoon veel te leuk. Op mijn werk ben ik eigenlijk voortdurend bezig met de plek van de toeschouwer. Dus ik maak voorstellingen waarin het heel erg... Ja, waarin de toeschouwer eigenlijk... wordt uitgedaagd misschien wel om stop te roepen of impact te hebben of de dingen te veranderen. Het werk wat ik nu maak sinds een paar jaar, Building Conversation, daarin is de toeschouwer eigenlijk verdwijnt in de actie. Want het publiek wordt uitgenodigd als deelnemer om mee te doen. Dus er is eigenlijk niet meer die stille toeschouwer op afstand. Iedereen stapt het werk in. We bekijken het kunstwerk, het gesprek zelf als kunstwerk. En het publiek is dus deelnemend publiek, wat meedoet in die gesprekken. En dus ik ben in mijn werk altijd bezig met wie is die toeschouwer, hoe wordt die toeschouwer betrokken. In hoeverre is die toeschouwer van op afstand observerend of dichtbij actief. Heel veel van de werken die ik maak, die beginnen eigenlijk met het herdefiniëren van de rol van de toeschouwer. In mij zit gewoon een vraag. In mij zit een vraag, ja. Een vraag die gesteld wil worden. Moet ik het wel doen? Kan ik het wel? Is het gewoon niet veel beter om me zwijgend te conformeren aan al die achterloze domheid om me heen? Ik wou dat ik het wist. Ik wou dat ik iets zeker wist, maar op dat weten kan ik niet wachten. Er broeit iets in me en dat moet eruit, nu, hier, op dat plein. Misschien hadden we hier beter niet kunnen zijn. Hier, op deze vermoeide grond. Ja, een wereld zonder menselijke wil. Dat had de elementen heel wat rust gegeven. Maar we lopen hier rond. Ja, het is anders gegaan. We lopen hier rond, meestal blind en op de harde voeten. In Rotterdam gaan we nu een serie gesprekken doen, alternatieve politieke praktijken, hebben we het genoemd. En alle gesprekken die we in het komend seizoen in Rotterdam gaan doen, die zou je kunnen zeggen, het zijn allemaal radicale voorstellen voor hoe het ook kan. Hoe we ook met elkaar het politieke gesprek kunnen voeren, want wij hier in Nederland doen dat op een bepaalde manier. Maar ja, je kan je direct al voorstellen dat dat op heel veel andere plekken in de wereld en in de tijd anders gebeurt of gebeurde. Wij hebben ons laten inspireren door bestaande technieken. Bijvoorbeeld door de Maori die op een bijzondere manier omgaan met conflict. Die gaan op het moment dat er in een community iets aan de hand is, een conflict uitgevochten moet worden of uitgesproken moet worden, gaan ze liggen terwijl ze daarover spreken. Dus wat wij doen op het moment dat er conflict is, gaan we in debat. Hè. Sta je tegenover elkaar en heb je eigenlijk direct een padstelling en dan is het heel moeilijk nog om te bewegen. Terwijl zij spreken liggend over het conflict. En je kan je direct voorstellen, denk ik, dat een heel ander soort gesprek wordt. We gaan in Rotterdam het parlement van de dingen doen. Dat is een gesprek waarin je wordt uitgedaagd om te spreken vanuit een ander perspectief dan het menselijk perspectief. Dus je spreekt als ding, als boom of dier, als olie die nog in de grond zit, als auto of computer, als camera. Er zijn heel veel dingen om ons heen. En wat gebeurt er als we die ook stem geven? En wat gebeurt er als we als we eigenlijk onze eigen menselijke rol bezien
herbezien, anders interpreteren. Dus wij denken nu dat wij als mensen verantwoordelijkheid hebben over de opwarming van de aarde. Ook dat wij, dat het aan ons is om dat weer op te lossen. We geven onszelf hele grote rollen, zowel in het vernietigen van de dingen als in het weer goed maken van de dingen. Dus wij zijn op alle vlakken de managers. Die het slecht doen, maar ook die het goed moeten doen. En we hebben een nogal hoge dunk van onszelf. Ten goede en ten slechte. En wat gebeurt er als we ons realiseren dat wij niet alleen de dingen veranderen, de beslissingen nemen, in actie zijn, beslissingen nemen. Maar als we dat samen met de dingen om ons heen kunnen doen. Weet dat er van je gehouden wordt. Ontken de zwaarte, wordt licht. En geef de weerstand op. Als je valt, dan word je opgevangen. Ben ik hier goed? Ja! Ben ik het? Zijn jullie het?